Hallo, welkom bij Baroniet TV weer. Ik ben Kelly. En ik ben Thomas. En waar staan we nu, Thomas? Wij staan voor het Chassé Theater. En we gaan namelijk naar het Guldenbal. Guldenbal? Jazeker. Nou, ik hoop dat we naar binnen mee kunnen komen met een gulden. Ja, vast wel. Gaan jullie mee? Hey Rob, ben jij niet ook hoogheid geweest? Ik ben inderdaad ook hoogheid geweest, ja. 2008, 2009, 2010 als Dionysos mocht voorgaan in het carnavalsgedruis in Breda aan het Kielegat. Oh, wat leuk. En hoe komt het dan dat je nu zo bij het Guldenbal bent? Ja, zo waren dat ik een zwart gat zou vallen. Dus ik ben de voorzitter voor de Guldenbal, wat ontzettend leuk is. We organiseren dit al voor de 52e keer. En er komen allerlei kapellen, zowel in de foyer als in de grote zaal. En het Guldenbal, voor wie is het Guldenbal? Het Guldenbal is voor iedereen. Het Guldenbal is ontstaan in 1969. En daarna naar Turfschip gegaan, omdat het uit zijn jesten groeide. En wij zijn meegegaan naar het Chassé. En de gulden is echt van de ouderwetse betaalde de gulden. Dat ik heb ze vroeger ook gebruikt. Oh, kijk, nou ja, oké. Okay. Uit dat tijdperk kom jij nog wel, ja, Kelly. Ja, ik ben oud. Oké, prima. Maar op dit moment is 5 euro entree. En achter hebben we voor de kinderen. Ja, die zijn gratis tot met 12 jaar, zijn gratis. En die kunnen spelen, schminken, Lego bouwen, alles. En opa en oma kunnen dan binnen een pilsje drinken en de hoogheid en de burgemeester zelf even gedag zeggen. Oh, wat bijzonder, wat leuk. Ja, leuk. Je zou wel trots zijn. Ja, ik ben apetrots. En dat is natuurlijk een stichting Kielegat die zowel voor jong als oud iets organiseert. Ze zien natuurlijk wel rustiger als op de havenmarkt. Maar hier kun je nog lekker staan, rustig praten. Nou, bij ons op de keukendeur, nou, dat is een beetje de genre. Dus voor heel de familie, ik hoor het al, leuk. Ja, voor heel de hele familie. En is er nog iets wat je tegen de Baroniet TV-kijkers wilt zeggen? De Baroniet TV-kijkers heel graag volgend jaar, want het is nu al halverwege, bijna afgelopen. Maar volgend jaar heel graag in het Chassé, dinsdagmiddag om 2 uur. Entree om 2 uur, 5 euro. 5 euro entree voor volwassen, kinderen gratis. Wat kunnen we nou zo meteen nog een beetje verwachten? Nou, u ziet op achtergrond al de prins binnenkomen. Zijn vierde jaar. Je mag nooit het laatste jaar zeggen, vierde jaar. En de burgemeester komt zo ook binnen. Dus wat dat betreft vallen jullie met de neus in de boter. Dus ik zou zeggen van volg ons maar en je zult zien wat er allemaal staat te gebeuren. Gaan we doen. Dankjewel en fijne Guldenbal. Dankjewel, dankjewel. Ben jij hier ook een beetje lekker bezig? Ja, echt heel erg. Ja, vind je het een beetje leuk? Ja, echt heel erg leuk. En wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik heb geschilderd, ik heb met de Lego gespeeld, ik heb tatoeages gezet. Wil je voor mij ook een tatoeage zetten? Ja hoor. Ja? Zullen we dat eens gaan doen dan? Ja. Nou ja, ik heb gehoord dat mevrouw heel goed tatoeages kan zetten. Ik wil wel een tatoeage zetten. Of nou ja... Nou, jij mag hem uitzoeken, hè? Deze, de vleermuis. Ah, voor de vleermuis? Ja. Wil je wat gaan doen? Ja. Wil je naar die mevrouw met die bloemenmuts achter jou lopen? En dan zeggen, Kelly, kom, we gaan ook een tatoeage zetten. Ja. Ja? Top. Liv, neem de microfoon maar mee. Is goed. Hoi. Hoi, zullen we ook een tatoeage gaan zetten? Ja, dat is goed. Gaan we doen? Ja. Leuk? Ja. Waar gaan we dat doen dan? Hier? Ja, hier. Oké. Wil je dan daar zitten? Ja. Sorry, mam, pap, ik neem toch een tatoeage. Baroniet TV, heb ik gisteren zitten kijken. Ga je vanavond ook kijken? Zeker, ik kijk iedere dag naar Baroniet TV. Omroep Brabant, Baroniet TV, daar staat altijd bij mij aan. Fantastisch om te horen. Echt waar, serieus. Ik vind vooral dat jullie heel veel beelden laten zien van activiteiten die gebeurt in de binnenstad. En daar vind ik echt een waardering aan. Dank jullie wel voor het kijken. Ik heet Liv en Thomas en Kelly gaan weer terug naar de studio. Tot zo! Doei.